Oké, okay, in onze vorige tutorial hebben we het relationeel mapping opgesteld. En dit zullen we nu omzetten in een database in Access. We hebben dus een nieuwe database geopend. En daarin gaat iedere entiteit of relatie die in relationeel mapping staat, worden omgezet in een tabel in de database. En al de attributen die deze relatie of entiteiten met zich meebrengen, die worden kolommen in deze tabellen. Dus we gaan beginnen met een simpele. We gaan de tabel gemeente toevoegen. Daarvoor gaan we eerst naar de ontwerpweergave. We geven deze tabel de naam gemeente. Oké. Okay. Dan voegen we eerst gemeente in. En het gegevenstype is gewoon tekst. En vervolgens postcode. En hier is het gegevenstype numeriek. Dan moet de postcode de primaire sleutel maken van deze tabel, omdat die onderlijn staat in het relationeel schema. En dat heb ik dus gedaan door gewoon rechtermuis knop op postcode en primaire sleutel aan te duiden. Oké, dan gaan we een nieuwe tabel invoegen. We maken tabel. We zitten al in de ontwerpweergave, dus dat is ontwerpweergave. Voilà. Nu gaan we bijvoorbeeld trainer toevoegen. Oké. Een trainer heeft een lidnummer. Wat numeriek is. Een diploma. Wat ja of nee is. Heeft wel een diploma of wel geen diploma. Een salaris. Ook numeriek is. En dan het aantal uren dat die les heeft gegeven. Wat ook numeriek is. En zo voeg je eigenlijk alles in. Ik ga nog beginnen met. Oh, met hier natuurlijk ook nog de sleutel. Maar die staat al juist op lidnummer. Dus dat is in orde. En dan ga ik lid nog invoegen om één ding duidelijk te maken. Lid, okay. Dus bij de andere hebben we lidnummer altijd numeriek genoemd. Maar hier gaan we autonummering geven. Omdat als wij straks in Visual Studio een query maken die een lid gaat toevoegen, dan gaan we de database auto laten nummeren. En dan zullen we dit lidnummer wat de database gegeven heeft opvragen en dat gebruiken in de andere tabellen. Want als we iedere tabel het lidnummer afzonderlijk laten autonummeren, dan gaan die niet overeenkomen en dan weten we uiteindelijk ook nog niks. Dus zo gaat je eigenlijk over van het relationeel mapping naar een database in Access. Je geeft alles in. Je zegt wat de primaire sleutel is en je zegt het gegevenstype van alle attributen en zo raak je daar wel.